Goedemorgen. Ik heb wel wat kunnen slapen, maar ik ben echt gesloopt. Oh yes, ik kan inchecken. Zo. Oké, la 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 la. Confirm. Oh, wacht, ik pak even mijn paspoort. Yes, het is gelukt. Ik heb mijn boardingpas. En dan nog even de tas dopen. En dan kunnen we naar Starbucks. Starbucks is nog even gesloten, maar gaat volgens mij over 10 minuutjes open of zo. Ik had hier echt naartoe moeten gaan om te slapen. Kijk deze banken. Zoveel comfortabeler dan die stoelen met handleuningen ertussen. In India is het dus 2 uur eerder of zo. Even kijken. Vergeleken met hier, 3 uur eerder zelfs. Ik moet zo echt door de paspoortcontrole, maar ik moest gewoon nog echt even een decaf latte halen bij de Starbucks. Weet je wat echt heel erg is? Ik ben gewoon mijn Japanse snacks bij mijn guesthouse vergeten. Ik wou ze echt zo graag meenemen. Bammer. Wauw, dat was echt de makkelijkste controle ever. Ik kon mijn tas er gewoon in zijn geheel doorheen schuiven. Ik hoefde mijn laptop niet eens eruit te halen. Awesome. Oké, nee, er was toch wel echt een serieuze controle waarbij ik mijn laptop eruit moest halen en zo. Even kijken waar ik mijn laatste ring iets aan kan uitgeven. Ik ga ook even mijn waterflesje bijvullen, want hier heb je een waterfonteintje. Ik zat echt te denken, ik moet een video opnemen met vliegveldhacks. En dat is anders dan vliegtuighacks. Want net waren daar ook allemaal vrouwen in de rij voor het toilet aan het staan. Ik dacht echt, hell no. Ik sta niet in de rij bij een vliegveldtoilet. Ik ga eens nadenken wanneer ik dat zou kunnen filmen. Ik heb maar een grote chai latte gehaald. Maar ik heb een beetje een luxe probleem, want ik heb nog 20 ringgit over. En ik weet niet waaraan ik het moet besteden. Ik dacht dat hier wat meer shops zouden zitten. Maar er zit echt alleen een koffietentje. En daarachter een soort van bakkerijachtig dingetje. Waar ik helemaal geen trek in heb. Oh my god, this is happening. Gaan worden. Yay, daar gaan we dan. Daar is het vliegtuig. Ik zie hier tussendoor. Yeah, yeah. OMG, OMG, India. De eeuwige instapstruggle. Met vet veel mensen die in het gangpad staan. Ik hoop dat ik zo gezegend ben dat deze stoel vrij blijft en ik vet lekker kan slapen. Aan de andere kant van mij zitten andere vrouwen. Net als de eerste keer dat ik op reis ging, de eerste vlucht naar Bali. Ik ben zo excited. I just can't. En nu kan ik het met je delen. Ik ben echt. De zon komt op. Kijk hoe mooi. Wauw. Ik ben trouwens ergens anders gaan zitten, want hier heb ik gewoon weer 3 stoelen voor mezelf. Ik ga even, ik zie zo. Het is vet vaag, ik weet niet of je het ziet, maar ze hebben dus iets gespoten. Wat dus blijkbaar moet van de autoriteiten. En er werd ook echt zo gezegd van, we raden je aan om je gezicht te bedekken. Super vaag. Ah, we gaan landen. Bijna, bijna. Je hebt hier dus de backwaters. Dat is een soort van, het is geen jungle, maar gewoon heel veel groen met water. En dan heb je van die houseboats en zo. Maar dat gaan we nog allemaal ontdekken. Als de camera begint te schokken. Ja. We zijn hier, we zijn er. We zijn blij. Oh, en dan nog een leuke woorden. Ik ben heel benieuwd hoe de immigratie hier, hier werkt. Het schijnt super langzaam te zijn, maar dat het misschien niet al te lang duurt. Oké, ik vind het heel eng om in een nieuw land, maakt niet uit welk land, gewoon zomaar te lopen filmen zonder dat ik daar een soort van gevoel bij heb hoe dingen werken. Zeker als ik door immigratie moet en dat soort dingen. Dus ik ga even door de immigratie heen en dan spreek ik je heel snel wanneer ik de koffer heb. En dan probeer ik nog heel even in de bus te filmen onderweg naar het guesthouse. En dan spreek je weer iets uitgebreider wanneer ik in het guesthouse ben. Want een nieuw land is voor mij ook gewoon, ja, ik moet gewoon op mijn spullen letten. En ik moet kijken hoe ik bij het guesthouse kom en hoe dingen werken en zo. Dus dan staat filmen net even iets lager op de prioriteitenlijst dan eventjes voor mezelf zorgen. Ik weet niet of het eraan ligt dat ik naar Kochi ben gevlogen. Want het vliegtuig zat helemaal niet super vol. Het tijdstip waarop ik vlieg, maar ik ben echt binnen 10 minuten door de immigratie. Er stond
bijna geen rij. Ik heb mijn bagage al. Ik had echt chaos en ellende verwacht. Maar het is gewoon smooth sailing. Oké, we gaan de bus pakken. Oh my god, I made it! Ik dacht echt, het gaat nooit goed komen. Maar, oh, wat zijn die mensen hier lief. Oh wow, dat is echt niet normaal. Een gast op het vliegveld, die ging me helpen met een simkaart. En, oh sorry, ik ben echt heel slaperig. Hij was echt super aardig. Weet je, je voelt gewoon aan mensen of ze zeg maar oprecht zijn of niet. Hij was super aardig en lala. Dus ik vroeg eerst aan hem van, joh, waar is de bus naar de stad? Toen zei hij, ja, daar en daar en daar. En toen zei hij, wil je een simkaart? En ik had gehoord dat het dus op het vliegveld makkelijkst te regelen was. Dus ik zei, ja, eigenlijk wel. Toen was hij dus simkaart voor mij aan het fixen. Lala, super snel gefixt. Normaal moet je zeg maar pasfoto's inleveren en weet ik veel wat voor gedoe allemaal. Het is echt een gedoe om hier een simkaart te krijgen. Ja, toen was het klaar. Toen zei ik zo, ja, hoe moest ik ook weer lopen naar de bus? Zei hij, weet je wat, ik breng je wel even. Was hij helemaal met me meegelopen. Dus ik dacht, oh, ik moet hem zeker wat geld geven of zo. Toen kwam die bus, had die bus helemaal voor me aangehouden. Dus ik zo, oh, I want to give you something. Hij zo, no, hoeft niet. Dus ik die bus in. En dus ik dacht, dat is zeg maar die airportbus waar die man het over had. Totdat, ja, ik heb er 3 uur over gedaan. Ik weet oprecht niet of dat de bus is of dat een lokale bus was. Maar het was helemaal niet druk. Ik heb er 3 uur over gedaan. 3 uur. Maar ik heb wel echt een hele tour door de stad gehad. En zoveel gezien. En die vrouwen zijn zo mooi met hun prachtige saris en al die kleurtjes. Dit is mijn kamer. Kijk nou hoe chill. Ik heb vet veel ruimte. 2 bedden. Ja, hier blijkbaar nog een uitzichtje. Oh, ik denk dat je de wind hoort van de ventilator. Kijk nou, vet cute. Het is hier heel rustig, want het is een zijstraatje van de grote weg. En dan deze kant op. Ik heb een eigen badkamer. Dat vind ik echt heel chill. Kijk, zo ziet het eruit. Het ruikt hier ook zo erg naar schoonmaakmiddel. Ik ben echt zo happy. Dit, ja, ik weet niet. Het is zoveel beter dan ik had verwacht. Ik had me echt voorbereid op hel. Maar niks daarvan. Echt alles ging zo gesmeerd. Ik moet nu echt gaan slapen, want ik kan oprecht niet eens meer helder nadenken. Ik zie zo meteen wel als ik een beetje weer weet wat ik uitkraam. Hey, ik ben weer wakker. Check de omgeving. Zoveel palmbomen hier. Oh. Het is nu ongeveer... Yay! Het is nu ongeveer... Hello! Zie je die? Het is nu ongeveer 4 uur, denk ik. Ik ga even mijn activiteiten boeken. Ik wil naar zo'n traditionele Kerala dance. En naar een backwater cruise. Dat is echt heel typisch voor Kerala. De provincie waar ik nu zit. Yo, het is hier echt rustig. Misschien omdat mensen nog aan het werk zijn of zo. Maar ik vind echt alles geweldig. Kijk nou, die saris. Dit is een oude Portugese kolonie. Kochi. En Vasco da Gama die was dus hier begraven. En daarna is hij dus overgeplaatst naar... naar Portugal. Wat, dit is zo surreal. Ik moet zeggen dat staren me echt reuze meevalt tot nu toe. Maar ik ben ook helemaal bedekt, hè. Dit is ook heel belangrijk, zodat ze geen bub zien of zo. Ik zag net wel een chick lopen met een tanktop en een short. En ik dacht echt, wauw, sorry, maar je vraagt er ook gewoon om. Het is gewoon, het zuiden is van India is nog conservatiever dan het noorden. Dus hier moet je echt gewoon goed zorgen dat je benen bedekt zijn. Benen vinden ze heel sexy. Bovenkant is niet eens zo heel boeiend. Maar benen moet je gewoon echt bedekken. En ze had gewoon een short en een tanktop aan. En ik dacht echt van, yo, luister, lees je even in over een land. Dat vinden die mensen echt niet cool. Dus, nou ja, goed. Ik ben wel helemaal bedekt. En misschien dat daarom het staren ook meevalt. Ja, ik denk dat we deze kant op gaan. We gaan natuurlijk naar een restaurant eten. Check dit geweldige eten. Ik heb een eggdosa besteld. En dit is chili paneer ofzo. Dit is volgens mij curd, maar dat weet ik niet zeker. Oeh, ik heb hier zo'n trek in. Oeh. En ik heb een gember lassi. Dit is zo freaking lekker. Dat is dus gember met yoghurt. En ik hoop maar niet dat ze er kraanwater in hebben gedaan. Maar ik vertrouw erop dat het niet is gebeurd. Dit is het strand. Ik zou er zelf niet zwemmen, maar ik vind het wel geweldig om al die mensen te zien. Kijk naar al die mooie saris. Het is echt geweldig. Het is mooi en de zon die gaat straks onder. Hallo, dit is de volgende dag.
Mijn geheugen was vol, dus ik ga je heel even kort vertellen wat er gisteren nog gebeurde. Ik werd benaderd door een rickshawdrijver. Zijn riksha heette trouwens Rolls Royce. Echt super vet. Ik hoop hem vandaag nog tegen te komen. Die vroeg of ik wilde figureren in een Bollywood film. Echt een van mijn dreams. Maar het was een beetje een vaag verhaal. Dus ik ga hem vandaag bellen en checken of het klopt. Ik heb gisteravond ook gespeeld met de kindjes van de eigenaars van het Desta. Schattig, zo schattig. Ze zijn echt adorable. En ik heb goddelijk geslapen, kan ik je alvast verklappen. Vandaag ga ik kortje verkennen. Morgen in de vlog zie je dat terug. Ik zou ook opdringerig zijn, dus ik vind het niet erg. Oh, komt u nou weer? Ja, komt weer. Voor nu ga ik de vlog afsluiten. Dankjewel voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren en dan zie ik je morgen weer. Wel trusten.